voor iedereen die het blijft vragen, hebben jullie relatie? We zijn het gewoon nog samen aan het uitzoeken. Gisteren die strakke staart die ik had, dat is in mijn vorige vlog. Gisteren heb ik dus in de zon 1,5 uur lang met ouders zitten bellen. Zonder zonnebrand. Oh, er ligt ongesteldheid bloed in de wc. Dat is van jou, want jij bent hier de stagiair. En voordat jij kwam, was het niet. Jump. Of daarachter. Fly. En ik voel echt dat het werkt, het sporten. Oh. Mijn haar is nog steeds nat, maar kijk. Ik dacht, dit is er misschien een beetje vorm. Wel generaliserend dit, maar veel jongens vinden het niet leuk. Echt mooi. Ik heb ook geen kind gehad, toch? Nee, oké. Okay. Ik denk als je 2 dagen wacht, dan proef je alcohol. Een soort bocht sloopt. Ja. Mag ik deze hele pot opeten vanmorgen? Oh, ik dacht dat ik dat hoorde. Oh, je doet het echt niet. Dat is wel goed, toch? Dankjewel. Ik wil ook die pot. De leukste versiering. Ja. Marshmallow. White chunks. Ja, en ik wil daar ook iets. Lunch. Ik moet poepen. Ja. Kijk. Komt op YouTube. Oh, je staat op. Deze lijkt volgens mij heel erg op die bekende bum crème. Zo dan, zonder BH. Het moet wel lekker zitten. Zou ik jou even een liquid snackje geven? Roel, je ruikt naar poep. Wat heb jij gedaan? Goedemorgen allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ging bijna een eitje eten, maar ik moest natuurlijk nog mijn afwasijn drinken. Oh, daar heb ik nu zo geen zin in. Ex. Oh, nu heb ik echt geen zin in afwasijn. Gadver. Oh, ik weet al misschien waarom ik er zo weinig moeite mee heb. Omdat ik het steeds natuurlijk heel laat neem. Voor mij is de ochtend dan altijd pas heel laat. En mensen nemen dit natuurlijk om 7 uur 's ochtends, zoals ik nu. En dat is echt heel vies. Oh, ik kan het nu denk ik echt niet wegkrijgen. Moet. Niet dat het werkt, maar het wel, uiteindelijk werkt het. Zal ik het even met een rietje doen, want het is zo zuur. Ik giet het liever in 1 keer naar achter. Mensen zeggen dat dit minder tegen je tanden komt, maar het komt toch ook tegen je tanden aan? Minder, ja. Oh, wat vies als je het met een rietje doet. Oh, dit is heel vies. Ik heb het nog nooit vies gevonden. Oh, mijn hele darmen branden weg. Dus voor de ochtend is het echt erg. Net al dus zo stoer was, omdat ik het steeds pas om 10 uur, 11 uur nam. Ik ga het even heel rustig opdrinken, want ik voel het nu al helemaal branden. Zo, haast weg. Ik ben heel moe, want we zijn al sinds 5:30 wakker. En niet super goed geslapen, maar het was zo gezellig. Heel erg leuk. En voor iedereen die blijft vragen, hebben jullie een relatie? We zijn het gewoon nog samen aan het uitzoeken. Dus we genieten van elkaar, maar we zijn het gewoon nog aan het uitzoeken. Ik heb mijn oorbel veel uit. Ik wou zeggen... Dit wat ik van Lotte heb gekregen. En wat ik dus ook in Duitsland heb gekocht. Maar ik vind deze kleur heel mooi. Vind ik zo chill voor je lippen. Want dat is een steen. Dus er komt niks van af. Maar het geeft je wel een kleurtje. En gisteren die strakke staart die ik had. Dat is in mijn vorige vlog. Van die stick. Dit is ook echt top. En je haar wordt er helemaal niet vies van. Alsnog had ik het even lekker gewassen. Hi schat. Liefje. Daar ben ik. Ik was heel lang weg, hè. 6:30. Het was zo'n goede dag met de klas, maar er was iets met een enkel aantal leerlingen. Daar is mijn hele middag naartoe gegaan. Namiddag, na schooltijd en mijn hele pauze. Dus ik heb geen pauze gehad. Geen lunchpauze, maar ook niet na werktijd. Maar dat doe ik normaal nooit. En tot nu lopen werken. Al mijn energie daarin. Maar ik ben wel dedicated altijd. Dus ja, kies jezelf voor. Maar nu ben ik stuk, maar... Ik had zo'n lekkere dag. En ik was ook helemaal blij. En zo goed gaat het. Maar dit was even met dus een enkel aantal leerlingen. En daar heb ik eventjes duidelijkheid geschept in wat ik niet wil zien. En wel wil zien in de klas. Dus ja, nu ben ik doodmoe. Ga ik heerlijk de pasta van gisteren opwarmen. En buiten in het zonnetje zitten. Ja schatje, je wil ook aandacht hebben. Goedemorgen. Gisteren heb ik dus in de zon 1,5 uur lang met ouders zitten bellen. Zonder zonnebrand. Ja, in de ochtend, maar niet meer opgesmeerd. En nu... Yep. Terwijl het iets beter ging. Dus ik heb het nu weer even dik ingesmeerd met zonnebrand. En er zit ook zonnebrand in mijn tas, maar...
Ja, niet goed over nagedacht. Ik ga me aankleden. Doei! De dag zit er weer op, jongens en meisjes. Dit hadden we gisteren gemaakt met klei, onze eigen hieroglyphenstenen. Met eigen boodschap erin. Hieroglyphen van vroeger heb ik ook op bord gezet. Maar het was best een moeilijke opdracht om het na te maken. Vandaag mochten ze dan ook een eigen geheimschrift maken. En daar ook een boodschap mee schrijven. Maar zet op de achterkant. Dat was heel leuk. Lekker jongens. Goedemorgen jongens. Wat een weer. Het appels in de azijnshotje begint steeds viezer te vinden. Maar goed, ik heb er net weer eentje op. Nou, echt 6 shortjes water erachteraan. Nu matcha. En dan ga ik eventjes naar de sportvelden, want het is een sportdag. Maar het is om 30:30 al afgelopen, dus ik ben er pas 11:30. Maar ik moet zoveel in huis doen. Elke keer verbaast het me weer hoe dat kan. Dat had ik in Zoetermeer niet. Daar deed Haan natuurlijk ook heel veel. Maar zoveel wat je steeds moet doen. Ik kom gewoon niet weg omdat ik zoveel moet doen. Dus ik ga even met een mega grote doos met allemaal vuil en zo. Ga ik even naar de bak brengen. Dan fiets ik daarheen en dan heb ik daar een uurtje. Maar daarna moet ik wel echt weer richting huis. Het is zo lekker weer, jongens. Kijk nou. Daarna moet ik wel weer echt richting huis. Want ik moet natuurlijk de hele dag editen. Maar misschien kan ik dat ook wel lekker in het zonnetje doen. Dus lekker dagje. En vanavond kan goo jumpen. Kan goo jump. Ik ben helemaal vergeten te vloggen. Maar ik ben nu even in de Albert Heijn. Kijk deze ijsjes. Dus als je ze helemaal weer een trend aan het worden, hè? Wel duur. Vinden jullie het eigenlijk leuk om te horen hoe mijn sportles was? Want ik ga daar even voor zitten, dacht ik. Maar eerst even kijken wat mijn moeder heeft gezegd. Ik zei tegen mijn moeder dat ze ook even mee moet gaan. Ik heb het Kangoo Jump gedaan. Het zijn een soort van skischoenen met van die... zo bouncy. En het was echt zo heftig voor je conditie. Maar ze zeiden dat ik het best wel goed had gedaan. Heel af en toe stopte ik heel eventjes, want ik kon mijn benen echt niet meer. Maar eigenlijk bijna niet gestopt. Het lastige is, het zijn dus niet echt moeilijke pasjes. Het lastige is bijvoorbeeld als je zo jump of zo erachter fly. Moet doen. Je moet er maar eens opzoeken. Kangoo jump. Maar die vrouw die het geeft, was dus ook vroeger 112 kilo en die is helemaal afgevallen hiermee. Ik geloof echt dat je hier van echt kan afvallen door sowieso door te bewegen. Maar wat was het heftig. Ik ben echt nog nooit zo rood geweest. Ik ben nu al bijna een half uur klaar met de les. Het was 3 kwartier en. Ja, het is eerst even balans zoeken. Het lastigste is stilstaan. Gewoon een beetje zo la 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 lopen is heel leuk. Bijvoorbeeld ging ook even 1 keertje zo squatten. En dat is best wel moeilijk. Want dan moet je dus stilstaan om van die schoenen die dus zo rondlopen. Oei. Wat ik ook fijn vond, op het einde gingen we nog even schoenen uit en 1 minuutje stretchen. Heel prettig, want ik doe dat nooit thuis. Bijvoorbeeld na Zoom heb ik eigenlijk echt spierpijn, want dat stretch ik niet. En ik ben benieuwd of iemand van jullie dit wel eens heeft gedaan of doet. Of het kent. Laat het even weten. Dit wil ik nu wel gewoon elke week gaan doen. En ik was dus met mijn collega, maar zij is dus mijn oude mentor van toen ik mijn laatste jaar op de Pabo had. En het jaar daarvoor volgens mij ook. Toen heb ik 2 jaar bij haar gelopen. Zij heeft er dus voor gezorgd dat ik weer zin kreeg. Nou, niet zin, ik had altijd zin, maar dat ik weer de motivatie terugvond. Ben ik wel aan het filmen? Ja. Ik zie ook echt niet hoe ik eruit zie. Volgens mij ben ik een ontplofte tomaat. Dat ik de motivatie weer kreeg. Nee, dat ik mijn zelfvertrouwen weer terugvond. Dat ik heb echt hele rare dingen op stage meegemaakt. Dat ik echt zo, bijvoorbeeld ASO dingen als in... er ligt ongesteldheid bloed in de wc. Dat is van jou, want jij bent hier de stagiair. En voordat jij kwam was het niet. Dat soort rare dingen. Maar ook gewoon hele negatieve dingen over mijn lesgeven. Of dat ik alleen maar koffie mocht halen en nooit wat mocht doen. En bij haar en ook bij de directeur Raymond. We zoeken trouwens collega's. Dus als je bij ons wil werken. Het is echt een hele leuke school. Ik blijf hier volgens haar ook werken. Wat ik ga doen... ben ik nog over in onderhandeling. Dat is nog niet bekend, maar ja, we zoeken collega's. Dus vind je het leuk om bij de kleuters te werken of in groep 3 of 4 of groep 6? Dan, ja, we zijn best wel een grote school, dus daar hebben we echt wel mensen nog voor nodig. En ja, zij vroeg dus ga je mee, dus dat was heel leuk. Volgende week gaat zij niet, maar ik ga wel. Ik ben heel benieuwd hoe mijn lichaam morgen voelt. Maar je spant dus blijkbaar heet het je buik aan en wat er heel chill aan is, is dat je knieën... continu buigt. En ik heb dus best wel erg rugklachten. Morgen heb ik dus die massage. Ik moet zeggen, mijn rug is echt aanzienlijk verbeterd sinds die massage van hem. Dus ergens denk ik dan, nou, het had niet per se gehoeven, maar eigenlijk wel, want het is nog steeds pijnlijk. Dus ik denk dat het misschien daarna wel helemaal oké is. Ik praat echt van, nou, komt het ook. Wat was ik aan het zeggen? Oh ja, mijn voeten staan dus niet goed. Altijd al niet. En ik ben zo stom om niet naar podotherapeut te gaan. En vroeger droeg ik de zoltjes niet die ik had.
Maar als ik dus met iemand sta te praten en stil sta, dan die voeten horen zo, ga ik gewoon zo staan met mijn voeten. Eén voet staat gewoon zo. En ik loop gewoon slecht. En mijn knieën zijn altijd overstrekt. Ik zou niet weten hoe je moet staan met gebogen knieën. Maar goed, hierbij ja, belast je je gewrichten veel minder. Maar je staat dus ook de hele tijd gebogen. Dus dat is super chill. En het was dus echt mega vermoeiend. Wel echt vermoeider dan Zumba. Heel anders vermoeiend eigenlijk. Gewoon echt wel conditie. En het lastige wat ik vond is het tempo bijhouden van de pasjes. Dus zeg maar een pasje die je zonder die schoen heel makkelijk maakt. Als in knie op, knie op, knie op. Was dan nog een beetje struggle. Want de ene keer moest je echt springen, springen, springen. En de andere keer moest je gewoon stap, stap, stap. En dan stuiter je alsnog. Dus nou, dat was even mijn review. Dat zou ik niet volgende week weer delen. Dus ik dacht ik deel nu even. Dat is misschien leuk. En ik wou dus heel even aan je voorlezen. Aan je voorlezen, zo praat Charlotte altijd. Hoe hoor? Dat doe ik nooit. Ik zeg altijd jullie. Dat is gek dat ik ineens je zei. Misschien omdat ik het gevoel heb dat ik gewoon tegen vrienden praat. Wat ik dus had gevonden op internet. Het geeft 80% minder belasting op je gewrichten. Zeer hoge vetverbranding. Geeft revalidatie na een blessure of operatie. Verbruikt 2 keer zoveel calorieën dan een andere sportoefening. Spieren en botten worden door het rebound effect steviger en sterker. Het verhoogt het uithoudingsvermogen, geeft meer energie. Dit is echt waar. Bevordert een nachtrust, even minder snel gespannen of nerveus. Daar ben ik wel benieuwd naar wat de wetenschappelijke onderbouwing daarvoor is. Vertraagt het verouderingsproces. Zowel buiten als binnen te gebruiken op alle ondergronden. Onder alle weersomstandigheden. Voilà, overal mee naartoe te nemen. Hoge funfactor en euforisch gevoel. Cool, hè? Ik vind dus dat mijn moeder mee moet doen. Want zij is heel fit en ook zo licht als een veertje. Dus die gaat dit echt heel leuk vinden, denk ik. Ik heb eigenlijk helemaal geen honger en ook helemaal geen zin om nu te koken. Ik dacht, ik moet gaan... Oh, ik moet editen. Oh, ik moet nu editen, jongens. Ik ben nog lang niet klaar. Ik dacht, ik ga ervoor koken, maar heb ik niet gedaan. Want ik was eigenlijk Sweet Tooth seizoen 3 aan het kijken, want die is zo spannend. Ik moet zeggen, ik voel me wel echt helemaal doorbloed en fit hoor, naar deze les. Ik zie dus niet hoe ik er nu uitzie. Zie ik er soort van fitter uit of helemaal dood? Volgens mij helemaal dood. Net was ik echt een tomaat. Oké, dat was de content voor vandaag. Doei. Zo, het is weer een tijd voor zo'n real cooking. Courgette, spenkel, risotto, zeebaars. Ik denk dat het de 2e keer pas dat ik echt aan het koken ben hier al. En ik ben aan het meal preppen voor 4 personen. Dus even morgen, 2 voor de freezer. Zo, nou dat is handig. Het ziet er niet echt lekker uit zo, maar 3 bakken vol. Perfect. Hallo. Ik wil mijn uploaddag dus niet veranderen omdat mijn video's zo goed lopen. Maar vannacht was 1 drama. Ik heb tot 3:30 niet kunnen slapen. Mijn vlog was rond 12:30 denk ik klaar. Of 12 of zo. En toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon een uurtje wachten tot die... Zeg maar, als ik hem heb geëdit, dan moet hij dus renderen. Dus er een bestand van maken. Ik wacht daar gewoon op. Want anders, ik denk als ik in slaap val, slaap ik echt... Want ik was heel moe. Ik slaap gewoon door. En ik wil niet een wekker zetten om die video te moeten uploaden. Dus ik wacht gewoon 1 uur. Dan lig ik wat later in bed. Weet je, maar het is elke week weer die struggle. Is echt niet leuk. Was hij best wel ver. Nou, 1 uur later was hij nog steeds niet klaar. Heb ik dus al mijn geheugen gewist en zo. Ik dacht, misschien ligt het daaraan. Geannuleerd, weer helemaal opnieuw gedaan. En toen was het dus uiteindelijk 3:30 s'nachts. Daarbij had ik ook nog 4 muggen in mijn kamer. Wat echt verschrikkelijk was. Dus ik werd helemaal gek. Ook helemaal over mijn slaap heen op een gegeven moment. En toen ging ik het dus vanochtend uploaden. Ik werd wakker om 7:20. En toen ging ik weer slapen. Voor het eerst dat ik dus te laat was. Lukte het uploaden niet. En nu is het al 1:15. En is het nog steeds niet geüpload. Dus hij wil niet op YouTube. 1 drama. Dus ik zit echt te denken. Ja, Charlotte, weet je. Ik ben heel bang om die dag te veranderen. Maar vrijdag zou zoveel beter voor mij zijn. Want ik red het gewoon niet als ik alleen de woensdag heb om te editen. Dan moet ik echt woensdag niks doen. En zoals nu ging ik naar die sportdag. Boodschappen doen. Koken, sporten, dan lukt het gewoon niet. Dus hoe erg is het als ik naar vrijdag 7:00 ga, jongens? Want ik ben zo goed bezig in mijn leven met alles. En dan kilt dit elke week weer mijn rippen. Het is echt niet leuk. Ik ben doodmoe. En ik heb gewoon super tot super laat moeten slapen omdat ik 8 uur slaap wilde. Dat is gewoon niet leuk. Dus hoe erg is het, is mijn vraag. En nu ga ik de plantjes water geven. Dat doe ik echt veel te weinig. En ik heb de parasol dus trouwens daar gezet, zoals je kan zien. Neemt er toch minder ruimte in. Ik vind het ook wel leuk staan. Heeft iemand van jullie trouwens ooit mijn intro muziekje in zijn hoofd? Ik heb dus heel in mijn hoofd.
Had ik zoveel heb geëdit. Die wond op mijn vinger vorige week zondag is nog steeds niet dicht. Dus ik zit de hele tijd met pleisters te klooien. En dan stoot ik weer ergens tegenaan en gaat hij weer open. Dan nu, de vaatwasser die ook altijd maar doorgaat. Hashtag live. En ik heb dit trouwens gekocht voor in mijn douche, want ik dacht... Ik moet zo vaak dat ding openen en hé, poesje ligt daar. Dat hij weer verstopt zit en zo irritant is misschien. Moet ik het even ontstoppen. Zo fijn dat ze er ligt, want dat ding is 100 euro. En ik heb hem gekocht omdat ik hem zo leuk voor haar vond. En ze ligt erin, eindelijk. En in die lag ze ook eindelijk vannacht. En het wordt hier zo snel zo, jongens. Ik voel me trouwens wel heel goed bij de cardio. Gewoon, ik voel gewoon aan mezelf dat ik cardio doe. Echt heel lekker voelt het. Net dat je voelt dat je krachttraining doet, is cardio weer zo anders. Ik denk dat dit hetgeen is wat ik al die tijd had moeten doen. En dat dit wel echt resultaat gaat geven. Ik voel het. Kan niet anders. En zo niet geef ik het op, want dan weet ik het ook niet meer. Vanavond gaan we lekker weer naar Zumba. En ik heb helemaal geen spierpijn eigenlijk. Niet meer dan ik normaal heb van het lesje van gisteren. Dus dat is wel jammer. Ik ga weer meal preppen met 4 gerechten. Dit is altijd zo raar dat dit op camera gebeurt. Dus ik heb die laatste risotto ook nog ingevroren. Ja, nu heb ik tijd. Ik heb eten in huis. Ik vind het helemaal handig. Heb ik een mega voorraad in de vriezer. Ik ga een curry maken. Even hoe fijn het voor dit kleine wezentje is dat ik zo vaak thuis ben. Omdat ze hier nu woont en zoveel meer onder de mensen is. Het is toch zo fijn. Ze is ook zo relaxed. Dit zijn allemaal, dit is bijvoorbeeld wat ik mee naar mijn werk nam. Paprika en selderij, maar die zijn een beetje oud geworden. Dus ik dacht, nou, dan gaat het lekker hierin. Vast wel lekker. Lekker, ik voel me helemaal volwassen. Overdag meal preppen. Vis bewaren is ook echt geniaal. Dit is geweldig. En nu ga ik het lekker opbouwen hierin. Rijst koken voor het eerst gebruikt voor rijst. Ik heb het alleen maar gebruikt om dingen te stomen. Ook fantastisch. Hoppa. Dan heb ik nu gewoon alweer voor 6 dagen eten in de vriezer. Het is toch geweldig. Gewoon voor de dagen dat ik voor de klas sta en zo de druk heb, kan ik gewoon iets uit de vriezer halen. En op de dagen dat ik vrij ben, kan ik het lekker meal preppen. Nou, vrij. Ja, het voelt als vrij. Dit is werken wat ik nu doe. Dat ik dit voor jullie film. Het is toch geweldig. Even laten afkoelen, anders is het wel heel heet. Dan kan ik vanavond ook lekker dit eten. Wow, wel weinig rijst. Maar beter. En super veel groenten zitten erin. En volgens mij is een curry heel makkelijk om in te vriezen. Ik doe voor die voor vanavond iets minder rijst erin. Want na een werkdag heb ik echt heel veel honger. En na de Zumba les vind ik het niet erg om zo laat nog wat minder rijst te eten. Dan doe ik het zo. En het ook heel chill is. Overdag vind ik het veel leuker om te koken. En het kan dus. Daar heb ik de mazzel mee. En... je kan de vaatwasser straks wel lekker aanzetten. Want hierna gebruik ik eigenlijk bijna niks meer. Perfect. Kijk. Deze dan wat minder rijst voor vanavond. Dit loopt helemaal lekker rustig te pruttelen. Zo bizar hoe snel alles vies wordt. Ik ben even die hele bank weer aan de kant aan het schuiven. Maar dat heb ik vorige week ook nog gedaan. Oeps, ik had een beetje dom gedaan met die massage. Dus ik belde hem net, gelukkig. Ik kon het verplaatsen worden naar maandag, want ik was eventjes in de war met de tijd van woensdag. Maar ik ben natuurlijk echt pas 9:30 thuis. En niet 8:30. Zomaar begint over 10 minuten. So, I'm leaving. Bye bye. Ik ben alweer een tijdje thuis. Ik zat met een vriendin te appen. En het is alweer best wel laat. 11:15. Ik ga even mijn was eruit halen, want ik was mijn bed aan het opmaken. Weer aan het verschonen. Ik doe dat tegenwoordig echt wel bijna elke week. Vind ik lekker. Het is ook heel makkelijk met die droger en dat dunne... topdekmatras en ik kan aan beide kanten erbij, dus gewoon super makkelijk om te verschonen. En ik heb wel nog even surimi sticks gegeten, want ik had echt nog wel behoefte aan iets en dat is lekker eiwitten. Ik weet niet of het slecht is dat ik dat dan om 22:30 s'avonds nog doe, waarschijnlijk wel. Maar goed, verder had ik dus om 5:00 voor het laatst gegeten en ik ben weer even chia pudding aan het maken. Die vorige heb ik 3 dagen gedaan. Had er wel vrij veel chia zaad in, dus ik moet even in de gaten houden of dit niet te veel calorieën bevat, als ik dit eet met fruit. Er zitten toch veel calorieën. Bijna 500 en 100 gram chiazaad. Dus. Ik heb 2 porties gemaakt. Dus 200 gram in een zak. Dus ik denk dat ik 50 gram in zo'n pot heb. Gedeeld door 3 dagen. Is minder dan 20 gram per dag. Wat betekent 100. Ja, is 100.
Nou, valt mee. En dan heb je er fruit bij. En die kokos mag ook nog na. Het tikt sneller aan dan je denkt. Je denkt, oh leuk, gezond, maar wel calorieën. Ik kreeg allemaal comments over... je eet wel gezond, maar let je wel op je calorieën. Tuurlijk, ik weet dit allemaal. Echt van jongens, geloof me. Als ik soms film dat ik heel veel meeneem naar mijn werk, is het vaak voor 2 of 3 dagen en zo. Dus ik had er ook gewoon niet over moeten beginnen eigenlijk, want dan lok je ook reacties uit. Maar geloof me, ik weet echt hoe het moet. Ik zou iedereen kunnen adviseren over hoe je moet eten. Ik weet er alles van. Ik ben mijn hele leven wel zwaar geweest. Af en toe heel erg afgevallen, maar altijd om ongezonde redenen eigenlijk. Als ik op een gezonde manier probeer, lukt het me eigenlijk nooit. Maar ik hoef helemaal geen advies. Ik had het ook niet moeten zeggen. Ik praat er juist bewust eigenlijk al jaren niet meer over. Maar nu struggle ik gewoon zo erg met dat ik maar blijf aankomen. Dat ik wou aangeven dat ik denk dat sporten dus de oplossing voor mij kan zijn. Dus ja, daar voel ik me heel goed bij. Dus het is sowieso heel gezond. En laten we hopen dat het ook nog werkt voor wat ik graag wil. En nu ga ik douchen en mijn bed opmaken. En morgen ga ik naar Rebecca. Dus dat is leuk. Good morning. Ik werd wakker. Helemaal vol, hè? Keelpijn. Mijn lichaam echt kapot van de Zumba. En nu... voel ik alleen mijn lichaam. Fruitvliegje. Nu voel ik eigenlijk alleen mijn lichaam nog. Best bruin. Van de Zumba. En ik voel echt dat het werkt, het sporten. En ik ging me dus wegen. En er was ruim 1 kilo af. Maar dus ook 0,9 vet. Ik heb dus, het is geen professionele weegschaal. Het is gewoon van €20 zo'n weegschaal. Maar ik geloof dat het in ja, grotendeels heus wel klopt. Dus 0,9 vet eraf en ik voel het ook aan mijn lichaam. Het is niet dat ik alleen maar naar het getal op de weegschaal kijk natuurlijk. Maar dat is wel voor mij een stok achter de deur. Want ik heb anders soms gewoon niet door dat ik aankom. Zeg maar, dan zit ik best wel goed in mijn vel eigenlijk. Ik struggle ook eigenlijk helemaal niet meer. Maar dan op een gegeven moment denk je, mijn blouseje zit echt super krap. Shit, weet je wel. Dan wil ik dat dus voor zijn. Want ik heb dat dus, die paar kilo heb ik dus gewoon niet door. Want ik best wel lekker in mijn vel eigenlijk zit. En toen bleek er dus best wel veel bijgekomen te zijn. Dat is alweer een tijdje geleden hoor. Maar met klussen bewoog ik ook superveel. Dus toen bleef mijn gewicht ook wel goed. Dus ik denk dat het echt door die beweging komt. Maar super interessant. Mocht er nou over een paar dagen weer wat af zijn, dan weet ik dat dit werkt. Het zou heel leuk zijn, want ik ben echt een doorzetter en super gemotiveerd als dingen werken. Dus dat zou heel erg leuk zijn. En ik weet niet wat ik wil zeggen. Ik ben even een matje aan het maken. Ik moet even iets te eten meenemen, want ik ontbijt meestal niet. Ik ga appelazijnshotje nemen. Aankleden en dan ga ik zo richting Rebecca. Met nat haar, want ik ga dit nu niet feunen. Dat duurt, mij duurt echt 2 uur voordat het een beetje, een klein beetje lucht droog is. En pas dan wil ik het eigenlijk feunen. Dus ik neem denk ik mijn feun mee. Alright, time to go. Ik heb een soort van, geen idee, dit heb ik nog nooit gedaan. Maar het even gedraaid in een knot. Ik dacht dan droogt het een beetje in vorm op. En ik heb het ook grotendeels gefeund. Maar ik was gewoon 10 minuten lang aan het feunen. Het wordt gewoon niet droog. Ik heb echt heel veel haar. Dus het is nog best wel nat, maar maakt niet uit. Ik ga me opmaken in de auto, ik ga nog even langs de winkel. En het is 11:55, ik wou 12:00 weggaan, dus... Perfecto. En ik neem trouwens, ik neem deze goede camera mee. Want ik dacht, we zitten toch thuis. En aangezien Rebecca natuurlijk ook niet erg vindt om in de vlog te komen en leuk vindt, is het wel leuk dat ik dan mooi beeld voor jullie heb. Dus dit mega ding gaat mee. Thumbs up daarvoor. Zo, ik ben in Lelystad. Ik moet nog heel eventjes mascara doen. Maar wat woont ze hier lekker, joh. Echt, Lelystad heeft echt bizar veel groen. Ik vind Almere altijd niet zo mooi. Maar Lelystad vind ik, wat ik hier zie, wel echt mooi. Rebecca zei van ja, er is hier echt heel weinig te doen en zo. Ik hoor nooit echt per se goede verhalen over Lelystad, maar wat ik nu zie. Het zeg maar echt, de huizen zijn gewoon normaal. Maar... daarbuiten is het net als in een villa-wijk helemaal, zeg maar, qua echt super ruime straten. Met lekker veel parkeerplekken, heel veel groen, heel veel bomen. Je hebt natuurlijk hier de Oostvaardersplassen ook en zo, maar een hele mooie buurt. Ik ben er over 2 minuten. Ziet er heel chill uit. Natuurlijk, ik ben 1 keer bij Rebecca thuis geweest voor een Halloweenfeestje, jaren geleden. Maar dat was een ander huis. En ik ben een keer... ik zat net bij die weg te rijden en dacht ik, ben ik hier wel eens geweest. Ja, ik ben een keer met mijn ouders bij Bataviastad geweest. En toen naar Christina ging, naar Groningen ook 100 jaar geleden. Toen ben ik ook hier gereden, maar verder rijd ik hier echt nooit. Ik weet dat familie van... in de familie van Heel hebben ze dan ook weer familie die in Lelystad woont. Maar ik kom, nee. Ja, Lelystad. Beekmaland Lelystad. Doe me denken aan Topo vroeger. Nou, mijn haar is nog steeds nat, maar kijk. Ik dacht, zit er misschien een beetje voor me. Het maakt ook eigenlijk helemaal niet uit hoe ik eruit zie, want we gaan gewoon chillen.
Dus ik weet niet of we content gaan maken eigenlijk. Rebecca doet het natuurlijk echt ziek veel op social media. Ik maak natuurlijk heel veel TikToks en dingen. Ik doe straks eventjes maar borstelen of zo, ik weet niet. Nee, zondag vind ik wel heel leuk. Ik moet even opschieten, want ik ben juist op tijd. En dat is juist wel leuk. En we gaan dan... Ik wilde nog even langs de winkel rijden om dus iets te halen voor onder die versiering. Maar ze zei, oh, als we Reefje uit school halen, gaan we daarna wel even met z'n vieren naar de supermarkt. Dus dat is ook wel gezellig. Kan die misschien ook even zelf uitkiezen. Ja, heel leuk. Ik heb haar boys dus nog nooit ontmoet. Maar ik ben natuurlijk altijd gek op kinderen. Dat is wel grappig, want ik heb voornamelijk... Ik ben echt zo'n meisjesmeisje natuurlijk. En ook als ik spullen in de winkel leuk vind of kleding, is het altijd meisjesspullen. Dus ik vind het eigenlijk wel grappig. Zij heeft twee boys. En ik ken eigenlijk maar één iemand in heel vriendengroep. Die hebben een jongen. Die was al jong. Verder zijn het allemaal alleen maar meisjes. Dus ik ben wel nieuwsgierig hoe het is. Met twee jongens. Volgens mij zijn zij ook wel... niet alleen maar van het stoeien en voetballen en zo. Maar ik weet het eigenlijk niet. Maar ik dacht bijvoorbeeld, oh leuk, neem ik een set mee om armbandjes te maken. Toen dacht ik, ja, wel generaliserend dit. Maar veel jongens vinden het niet leuk. Ik heb in de klas bijvoorbeeld ook het grootste deel jongen. Dan heb je misschien twee of drie daarvan die ook houden van lekker tekenen. En lekker een beetje knutselen en frummelen. Maar de meeste jongens... Ja, veel jongens houden daar dus niet van. Het is gewoon vaak zo. Ik hou niet van stoere dingen. Ik hou alleen maar lekker van tuttenbellen en vreumelen en zo. Het is wel leuk als je met je kind een beetje dingen kan doen. Zoals ik zat vroeger altijd lekker te zingen en te knutselen. Het lijkt me gewoon zo leuk als je dat met je eigen kind ook kan doen. Maar als dat niet zo is, denk ik dat het ook echt helemaal niets uitmaakt. Want het zijn je kinderen. Maar ik ben dus heel benieuwd hoe het gaat zijn met de boys. Wat zij dus leuk vinden om te doen, dat weet ik niet zo goed. Ik zie natuurlijk wel van Rebecca, zie ik dan TikTokjes en zo, waarin ze ook leuke vreubeldingetjes doen. Maar dat is misschien ook omdat Rebecca het leuk vindt. Of haar jongens houden daar ook gewoon heel erg van, dat weet ik niet. Dus ik ben heel nieuwsgierig. Nou, dat was het qua make-up, lippenbalsem. En ik zie er nu dus met make-up erbij moer uit. Dat vind ik irritant. Boeit ook echt helemaal geen reet hoor. Maar als ik dan make-up doe, moet het even goed zitten. Nou, prima toch? Oh, nu ben ik er precies om 1. Dus ik ga, doei. Ook maar even vloggen. Vloggen. Jeetje, wat een grote. Ik vond dat wel raar. Hallo. Hallo. Oh, heb ik niet allemaal dingen tussen mijn tanden? Ik niet. Ik had mijn haar dus proberen te feunen. Maar het is dus, het lijkt nu droog toch? Maar ik vind het heel droog. Het is nog steeds nat. Oh ja. Hè? Ja, dus maar ik flink nat ook. Dus ik had het zo helemaal gedraaid in een soort knotjes. Dus ik was net bij de tank, had ik twee van die knotten zo op mijn hoofd. Maar je haar is wel ziek nat. Ja? Ja, ik vind het is heel lang geworden. Ja, maar heel dik. Ja. Het is echt mooi. Ik heb ook geen kind gehad, toch? Nee, oké. Mag mogen de kids gewoon in de vlog? Ja, op zich wel. Als, je op als er niks raars is. Ja. Ik wil zeggen, ze hebben kleren aan. Dus. Ja. Jo was al in de war van, hé, Charlotte, dit is toch niet Charlotte? Ja, en ik probeerde de hele ochtend al uit te leggen, hè, Charlotte komt, maar wel een andere Charlotte. Ja. Oh, komt Noah dan ook? Nee, dit is Charlotte, maar die heeft geen Noah. Nou, helemaal in de war. Nou. Hé, poes. En nu gaat hij alles. Het is niet Maki. Kijk, Leo, ik heb ook al een camera. Je ontmoet allemaal mensen met camera's. Zijn het allemaal gewend? Ah, oh, schattig. Lily. Hi, Lily. Jou heb ik wel een keer ontmoet al. In een ver verleden. Ik kan maken voor jou. Wow, zacht. Ja, zij is echt heel lekker zacht. Wow. Heel zacht. En ze valt bijna niet uit. Oh, wat lekker. Hé, hey, oh, wat is Wiggles zo schattig. Ja, dat is Maak. Hi, Maki. Die ziet er het liefst uit. Ja. Het minst lief. Ja. Ik vind dat gewoon zo'n mooi ras. Maar ze is hij klein. Ja, maar ze is ook een beetje... misvormd. Oh, dat vind ik schattig altijd. Maar jij hebt Poesie natuurlijk ook ontmoeten. Die is echt veel groter. Ja, die is echt prachtig. Hi. Ik denk dat Mia boven is. Oh ja, je hebt er 3 natuurlijk. Ja. Veel te veel. Ja, maar dat vind ik het dus niet erg. Oh. Ik zou nu gewoon meedoen. We hebben de kiddies van school gehaald. Oh, niet de kiddies, we hebben Reefje van school gehaald. Nee, Mario. En... Oh, Mario.
En we gaan eventjes... Kom. We gaan even koeken of zo halen of iets. En we zoeken ook grote koeken, want Dio wou er zo'n heel groot jinglebell vormpje uitsnijden. Dus we gaan even lekkere... Oh, het is een grote appie. Ik hou van boodschappen, hoor. Wil je eigen kar? Kijk, en we hebben ook Mario bij ons. Mario. Ja, leuk. Oeh, protein water. Dit wil ik. Ja, ik zag het. Dus 3 euro. Ja, ziek. Maar dan ben ik dus heel benieuwd. Ik wil hem wel. Is dat het Clearway? Er zit 20 gram in, maar dan moet je wel helemaal leeg drinken. Het is een soort bocht, geloof ik. Ja, ik let gewoon niet op. Nee. Ik ga dit denk ik wel kopen. Het is maar 83 calorieën. Ik wil het dan. We gaan dit doen, want hier kan Leo dan... Leo, hier kan je toch de jingle bell uitsnijden? De gingerbread. Oh, is het toch een jingle bell? Nee, het is een gingerbread. We twijfelen of hij zei jingle bell. Ja. Ja. Jullie zijn niet zo luid. Jongens. Leo, ietsje zachter. Anders komen ze erachter dat we Mario bij ons hebben. Er mag niemand achter komen. Hij kijkt je gewoon aan. Wat? Ik wil deze ook. Ja, ik wil deze ook. Oké, we hebben een brood. Wil jij mijne bewaren? Mm-hmm. Wil jij die bewaren in het karretje? Goed opletten. Dit gaat Leo ook heel lekker vinden. Ik wil iets leuks. Ik wil iets licht, zoals kletskop of zo. Dit is echt zo lekker. Oeh. Nee, het is heel vies. Hebben wij alles? Nou, we zoeken nog meer lekker. Nee. Het is wel feest. Omdat Reepje ook jarig is. Ja. Ja. Jij bent 5. Boterkoek is te gevaarlijk. Oh nee, dat moet ik ook niet in huis hebben. Maar dit is wel leuk, gewoon echt zo'n cake. Ja, daar dacht ik aan. Maar gewoon dit is een Indische cake met 69% minder vet. Nou meid. Oh, dat is ook lekker. Ja, lemoncake, daar ga ik heel goed op. Dit hè? Ja. Ja, maar die is al versierd. Dat is niet leuk. Ja, dat is niet leuk. Die cake! Maar daarnaast, gewoon dat marmercake is ook heel lekker. Ja, is ook lekker. Ah, joh. Maar dat kost ook geen drol. We kunnen het gewoon pakken. Gaan we hier een TikTok van maken? Het is wel leuk. Nee, het is heel saai. Ja, dat denk ik ook. Ik denk soms ook, ja leuk. Nee, je zit er nou echt op. Nee, misschien vinden ze het voor mij wel leuk omdat ze nooit kindercontent hebben. Dat kan. We could always try. Oké, we gaan even naar de sfeershots of zo. Hallo. Ja, dat is zijn vriendinnetje. Leuk zeg. Cute, hè? Die is hier ook al een keer geweest met spelen. Echt? Mm-hmm. Ik wilde altijd mijn dochter Olivia noemen, maar toen zeiden mensen dat dat de naam is van een varkentje of zo. Ach, van een? Varkentje? Een varkentje? Ja. Stop. Oh ja, daar heb je een film van. Ja. Ik vind het heel leuk. Ze was die dochter van Noor, weet je wel? Ja, ik... En dan zegt ze Olly. Vind ik zo schattig. En mijn broertje heet ook weer Olivier, dus dat vond ik dan altijd heel leuk. Olly vind ik ook een leuke hondjesnaam. Ja, heel schattig. Vind je hem lekker? Kijk, zo heb je dus een hele voorraad en dan doe je gewoon zo op. Dat is nog maar de helft. Ja. Lekker. Die kleur joh, lekker tomaat. Oh, het zat ook nu in jouw beeld. Heerlijk. Ja, zo gewoon zin te doen. Echt? Oké, ik eet het helemaal nog. Ja, als je een klein beetje. Verschoutbakje hebt, dan kan ik de rest ook voor je snijden. Oh, die zonne lama staat aan. Mooi, hè? Oh, dat ruikt heel lekker, die kanelen. Ja, en hij ligt er echt al een jaar. Doe niet zo aanstellig met dat wit en die pitjes. Eet het gewoon op. Dat niet. Heel erg aanstellen hoor. Pak het. Ik kan dit, weet je dat je hier een lekkere salade van kan maken? Dat is goed. Ja, dan vind ik het misschien wel lekker, denk ik zo. Lekker. Geen huis. Wat? Mario gaat weg. Wat is er mee? Wil je dat ik dit snij? Ja, het is wel makkelijker denk ik in de... Heb je een bakje? Kras. In de kras. Kijk, als je hem dus een beetje zo rond doet, zo moet hier je. Ja, in de kras. In de kras. In de kras. Oh ja, dan ook nog een broodje. Oh ja. Hij is niet heel zoet hè, de meloen. Nee. Hij ziet er zoeter uit dan hij is, maar hij is ook niet zuur. Hij is heel... Nou, ik vind hem net aan een beetje smakelijk. Beetje catfish meloen. Zeg maar, hij lijkt heel knap, maar is hij niet. Ik denk als je 2 dagen wacht, dan proef je alcohol. Zeg maar dat moment al. Dat vind ik zo vies bij ananas altijd. Mm-hmm. Maar dit is dus wel een goede manier. Die je nu hebt geleerd van mij. Of ik het weer nadoen, weet ik niet. Maar het is echt best weinig. Weet je wel. Ja, dat is het gewoon met ook die meloenen en ananas. Ja. Ananas kan je nu dus zonder steel kopen. Of zonder kroon, hoe dat heet. Heerlijk. Ja. Wat heb jij? Watermeloen. Ja, I've been drinking watermelon.
Zullen we proberen? Ik heb geen zin in, maar ik wil het wel gooien. Maar ik heb er alleen niks om het mee te maken, want ik denk dat het wel met iets moet. Gar, havermout. Ja, dit is echt zo'n koelkast die vol zit, maar eigenlijk staat er niks in. Hé, hey, je kan daar precies niks in. Ja? Hoe ken je havermout? Hoe ken ik havermout? Altijd wel eigenlijk toen ik heel klein was. Jij? Hiermee is het misschien lekker. Oh ja. Maar dat is wel niet koud. Ja, we kunnen het inderdaad gewoon mixen. Ik dacht, we gaan het puur drinken. Nee, ik denk dat het als shotje wel kan, maar een glas met dit... Ik wil even weten hoe het puur smaakt. Lekker. Maar hoe ken jij havermout dan, Leo? Ready to power. Zo staan we helemaal. Dit is wel vet lekker, want echt, al die alcohol in die supermarkt is best wel goedkoop, hè? Ja, klopt. Perfecto. Zo. Kijk, hoor, dit had ik toch aan Rebecca gekomen? Kijken. Nee, het uit gewoon naar vanille wodka. Kijken. Maar wel net wat zoeter hoor. Vanille wodka kost echt 25 euro. Ja, als je het van Absoluut koopt. Ja. Maar ik heb dit. Kijk hoe cute. Oh, het is een spaarpot. Of een vloekpot. En ze heeft hier dus al die candy jars. Dat doet ze dus steeds op TikTok. En dan zie ik dat en denk ik, ik wil dat ook doen. Zo satisfying, kijk. Maakt ze dus al die jars. En volgens mij wordt het ook echt bizar goed bekeken. Dat was een fruit jar. Die heb ik gezien. Dit was een helemaal blauw thema. En ik denk wel met die jars altijd. Kijk, deze is gemixt. Dit is een hartjes Valentijn, denk ik. Want hoe kom je anders ooit bij de onderste? Ik kan niet doen. Want ik zou dan bijvoorbeeld die willen. Maar dat kan dus niet. Dus ja, dit lijkt me wel ook heel leuk om te maken, moet ik zeggen hoor. Revi. Hoe doe je het als je bij de snoeppot eentje van de onderste verdieping wil hebben? Stel ik wil deze. Kan dat dan niet? En ik wil ook snoep. Kan je die dan nooit pakken? Moet je eerst, dus als ik die wil, moet ik die hele pot eerst opeten? Nee. Maar mag ik deze hele pot opeten van mannen? Nee? Oh, jammer. Kijk, kom hier dan. Niet vertellen aan mama. Dus een spekkie, wil je die? Ja? Oh. Ja, ik vind die ook niet lekker. Zeg je? Oh, pardon. Wat zeg je? Of je die wil of dat je een andere wil. Ik hou niet van snoep. Ik vind het aan het mixen. Geef mij maar een meloen. Waar is papa? Probeer die eens. Ik wil ook een TikTok met jou maken een keer. Ja, deze kan je pielen. Waar is papa? Papa moet werken en geld verdienen. Ananas? Zodat jullie meer snoep kunnen kopen. Maar dan moet je die wegdoen. Ja, dan is het lekker. Ja, hè? Die is wel heel lekker. Nee, ik hoef niet. Doe maar in de zak. In de zak. Wil je ook doen? Best schattig. Ik vind niet lekker snoep. Ja, mensen vragen ook allemaal hoe kan je er afblijven terwijl je die candy jars maakt. Maar ik vind het echt niet heel boeiend. Ik wil zo graag ook een keer zo'n video met jou maken. Is wel leuk hoor. Vind je zo leuk? Ik wil ook een TikTok met jou maken. Ja, als je ideeën hebt. Nee, ik ook niet. Oh, moet ik hem niet bij jou, Paul, in beeld? Precies, met mijn vanillewodka die ik thuis heb. Oké, dan moet ik een beetje hier, denk ik. Dit is toch jouw goede kant? Oh, ik heb niet echt meer per se een goede kant. Wil jij dan ergens onder? Nee, meestal is dat een goede kant, maar het boeit me niet echt meer. Nee, maar die telefoon moet zo dicht op elkaar. Staan onder. Oh ja. Oké, nou, cheers. Oh, je doet het echt niet. Oh, hij is heel mild. Ja. Oh, wow, hij is super lekker. Oeh. Oh. Dit smaakt eigenlijk naar vanillewodka, maar dan opnieuw naar dit. Van vanillewodka is niet lekker eigenlijk. Puur. Nee, niet puur. Maar dit vind ik eigenlijk wel heel lekker. Dit is wel de moeite waard. Ik zou zeggen, haal dit als je daar bent. Oeh. Wow. Het kost helemaal niks, hè? Dus het is letterlijk maar volgens mij 6,50. Ja? Ja. Dat is goed te zien. Heel zoet wel. Mmm. Dit is echt een 15%. En dan nog wat een ijsblokje. Het is wel heel zoet, we maken het wel een groot ding. Niemand drinkt dus maar alcohol die mij volgt. Voor mij is dit... Goh, hoe lang zou het geleden zijn? Een shotje. Ja, überhaupt alcohol. De laatste keer dat ik uitging volgens mij. Wat? Ik denk dat dit een hele lekker combi is met die zuur. Die UFO? Ja. Nee man, die zijn echt heel vies. Niet zuur? Nee. Deze in die jar? Nee, je moet het eigenlijk voor de grap even zien. Kijk. Je hebt hem aangeraakt, niet met je hoor.
Ja, dat ken ik. Nee, je hoort niks. Dat hoort toch niet? Oh, ik dacht dat ik het hoorde. Dat is nu mijn arm. Kijk deze. Nog een kuifje. Nee, ik vind het zo vies. Oh, ze vergeten te vullen. Jawel, er zit wel in. Kleurstof. Maar het zit helemaal vast. Ja, ik vind het echt een van de ze zijn heel oud. Ze snoep. Ze zijn oud. Ja, ze waren nieuw, maar... Nou, je bent opgelicht. Zo kreeg ik ze al binnen. Is toch vies? Ja. Ja, ik vind UFO sowieso heel vies. Daar heb je toch commentaar op gekregen dat ik dat vermeld had? Nee, je bent opgelicht. Eeuw. Vis-ei. Nog. Kaviaar. Ja. Hmm. Oh, ze buurt wel zuur. Ja? Ja. Nou, misschien kunnen we dat allemaal loshalen. Deze jar moet sowieso leeg, want hij staat al te lang. Ga je er dan mee doen? Ja, meestal gewoon weg. Sorry, maar wel zuur. Ik film echt veel te veel. Ja, maar daarom zijn jouw vlogs altijd zo lang. Ja, klopt. Jij is heel gezellig, maar ik denk dat dat jou... Hoe noem je dat? Uniek maakt. Ja, want ik ben op een gegeven moment daar echt proberen te gaan inkorten. Maar ja. De diehards willen allemaal lang. Ja. Dus. Want ik weet zeker als ik een vlog van een uur upload, dan haken ze af. Nee, en jou nee, hoort nee. Het gewoon of zo. Ik ga dit ook echt random laten staan op het aanrecht. En dan denk ik zo echt... Dat is een dikke party aan. Wat de fuck? De kinderen waren gewoon thuis. Ja, zullen wij even stiekem alles klaarzetten? Ja, leuk. En dan als moet ik het nog geven als cadeau gewoon neerzetten? Leuk in bakjes en zo. Oh, misschien eerst geven, ja, want dat vind ik wel leuk. Maar ik weet niet of het echt leuk is hoor. Het ziet er niet heel leuk uit. We zetten het gewoon neer. Oké. Okay. Hi! Ah. Wil je die niet houden? Ah, wat dan hoor. Marshmallow. Niet meer? Nee, toch? Oh, nou die wel. Ja. Omdat ik een jarig was geweest, had ik dus het idee dat we dan lekker tussen cadeautjes voor het erop gedeeld. Ja, je mag alles wel houden wat we ook gaan. Je moet vaker met mama gaan doen. Leuk hè? Ja. Mama te horen? Ja, ineens hoorde ik die ook. Oh, Evie. Zal ik die glazuur maken? Ja, doe maar. Dat is leuk. Oh ja, die vind jij toe, leuk hè? Kijk hoe mooi ik aan die pastel stift. Doe maar mee, dus Billy. Dat zag ik niet. Oh, nou goed. Hier zijn er iets. Wat was dat dan? Ja, dat was een losse. Je moet ook niet losse. Jij mag mij losse. Ik wil ook net jou hoor. Want je bent ook een computer. Mama. Nee, ik denk niet dat je die op warm maakt. Oh, die brownie stukjes. Ja, die heb ik hier al. Zijn ze lekker? Ja. Dit is dus waarom mensen zeggen, zie je wel dat je niet kan gaan, want je eet deze ongezond en nee, dat als ik film doe ik dan. Zo zijn we heel anders hoor. Heel lekker. Maar dit is... De leukste versiering. Ja. Oh, ja, tuurlijk ook dat. Dat is voor jullie allebei. Dit zijn dan ook hoe die dan ook zo aantikken. Proef even of het lekker is. Maar mag wel gewoon. Zenuwmoord. Ja, je mag wel pas een voorbeeld maken hoor, want... Doe maar vast. Dan moet je heel lang wachten. Is het lekker. Ja, dat mag ik ook. Ja, dit mag ik echt anders opgooien. Ik ga nog even glazuur maken. Blauwe. Het is de eerste keer dat ik hier op first time. Meteen al in YouTube. Oh. Nou, hij maakt er gelijk wat. Is hij gekookt? Het is net goed gegaan. Oh. Ging hij door? Hij ging helemaal overstroom. Is hij nu overstroom? Nee, ik kan even dit om te pakken. Nee. Nee, bij deze die overhandschoen pakken. Nee, die is heel dun. Brandje alsof je klaar wordt. Waar is de overhandschoen? Eén la opzij. Nee, opzij. Naar de andere opzij. Nee, de andere opzij. Naar links. Links? Nee, ook niet. Die. Ja, maar dan neem je omhoog. Die heb je al pasje gehad. Hebben jullie een blauwe koelkast? Kijk. Nee, hij is niet over. Doe maar niet. Oh. Mag het wel gelukkig. Mama, ga. De glazuur moest in kokend water. Wij dachten, no, ik kan wel in de magnetron. Kijk nou. Oh, wat erg. Oh. Nou, het is in ieder geval goed blauw. Ja. Het is wel een hele mooie blauw. Dat vond ik dus ook echt super mooi. Je krijgt het er niet af, hè, liefje? Moet Charlotte je helpen? Wat krijgt ze er niet af? Hij krijgt die oogjes er niet af. Krijg je je oog er niet af? Nee. Haal maar even zijn oog los. Wat ik doe. Oh, ik heb hem kapot gemaakt. Oh, dit is heel lekker. Dat dacht ik al. Dat is oh. Echt de beste crusty die we hebben. Dit is inderdaad heel Amerikaans. Oogjes? Ik wil ook oog. Oh, kapot. Kijk, weer eentje. Oh. Ja.
Ja, het is nog heel lekker maken, ja. Nog gezonder. Wil je meer oogjes? Ik wil die bij Tila op. Oh, je had hem stiekem al opgegeten zeker. Ja. Doe je deze twee proberen, is het goed. Eerst eentje voor de buik. En dan eentje voor de buik. Kun je dan ook hartjes erop doen? Ja, dat is ook leuk. Zijn er alle smileys al op? Ja, dat is wel erg hè. Ja. Marshmallow. White chunks. Ja, en ik draag ook niet. Ja, heb je alweer helemaal goed gekeurd. Vroeger toen jij op de wc zat, wil je achter mama of achter Charlotte? Het is standaard achter mama zitten. Charlotte. Nou, doe maar. Oh, dat is lief. Dus Charlotte. Dankjewel. Ik wil ook die koel. Hier, ik ga ook even een dekje op, want het valt er echt veel uit. Stella. Oh, wow, het is alsnog een flink gat. Ja. Hij is niet echt mooi geworden. Ik heb hem achterop. Maar dat kan ook bijna. Dat kan niet. Ja? Is jullie helemaal af? Ja. Van jou of van zichzelf? Ik ben wel af. Van hem? Hallo. Oh, hij wil af. Wil je ook even over je hoofd gegaaid worden? Hallo. Oh, lekkere krullies. Mijn broertje heeft ook krullen en mijn vader ook. Heerlijk. Eigenlijk heb ik ook krullen. Zei je? Ik op jouw plek. Gezellig, jongens. Ja, ga je wel een mooi vormje maken? Het plakt, hè? Nee. Probeer maar. Wat? Maar gisteren 9 jaar samen. Oh, gefeliciteerd. We wilden eigenlijk gisteren gaan, maar dat kwam nog niet uit. Wat gaan jullie eten? Weet je dat al? Tapas. Oeh, lekker. We hebben nog nooit gegeten, dus ik ben benieuwd of ze überhaupt wat gaan eten. Waarom? Ik... Morgen ga ik ook tapas eten. Oh ja. Ik had net patat. Ja, op school, ja, dat hoorde ik. Op school? Ja, dat was toch... schooluitje. Oh ja. Moet ik jou nu filmen? Ja, en dan moet jij het dus vragen. Dus wat zeg jij altijd als jij moet poepen? Ja, wat zeg je altijd als je moet poepen? Oké. Oké, Rebecca. Wat zeg jij altijd als je moet poepen? Oh. Ik dacht sowieso al dat dit ging gebeuren. Oh my god, nou! Live with kitties. Hey Poes! Hey, Mackie! Zie je dat jij wel lief bent? Iedereen vindt jou het minst lief, maar ik vind jou wel lief. Ja, ik vind jou heel lief. Kijk, je bent wel lief. Ja. Oh, Mackie, wat ben je ook een knappie. Wat ben je een knapperd. Je bent knap, kijk. Komt op YouTube. Oh, je staat al op YouTube. Hi. Huh? Je bent echt super lief. Mackie doet heel schattig. Rebecca, Mackie doet super schattig. Is dat normaal? Mia. Oh. Lijken ze op elkaar? Ja, zijn dezelfde soort. Oh, ik zit helemaal de vlog te vertellen van zie je wel, ze is super lief. Ik denk, dit is echt een speciale band die we hebben. Jammer. Niet zo'n kari in beeld, dat vind ik vies. Ja, mijn ook tijd. Gaan we nu weer? Ja, maar ze komen wel beneden. Oké. Okay. Doe alsof je een standbeeld bent. Kom maar hier zitten, liefje. Oké, Rebecca. Wat zeg jij altijd als je echt moet poepen? Ik moet poepen. Moet ik dat ook een reactie geven? Door? Nee, okay. Dat doen ze volgens mij nooit, toch? Weet ik niet. Jawel, je hoort zo... Oh, echt? Ja. Oh, dan had je moeten zeggen, ja, klopt. Ja, zoiets, oké. We moeten nog beginnen met oké. Ja, ik ken je natuurlijk super goed. Weet je, nee, dat doen ze vaak niet. Okay. Nee. Oké, daar ben ik. Wat zeg jij altijd als je heel nodig moet poepen? Ik moet poepen. Ja. Welke nu dan? Oké, wat zeg jij als je echt mega hangry bent? Ik ben echt mega hangry. Ja. Ja? Oké, nu mogen jullie een keer glijden. Ja, ga maar herrie maken. Wat is nog meer grappig? Wat zeggen wij altijd als we elkaar heel lang niet hebben gezien en we zien elkaar weer? Hey, lang niet gezien. Ja! Ik moet omleggen, niet zeggen ja! Oké, wat vraag jij altijd aan mij wanneer ik een leuk jurkje aan heb en je wil weten waar die van is?
Wow, waar is dat leuke jurkje van? Ja! Ja, herrie maken! Ik kom naar thuis, want het gezin ging uit eten om 5:30, dus ik was lekker op tijd weggegaan. Toen was ik even naar Bataviastad gereden, ik dacht, heb ik 3 kwartier daar of zo. Maar ik vond het parkeren zo vaag dat ik ben weggereden. Toen wilde ik nog naar de TK Maxx verkoopavond, maar nergens was koopavond. Dus toen ben ik alleen eventjes naar de Maxx gereden om naar de Blokker iets terug te brengen. En wow, vroeger droeg ik altijd zo'n knutje op mijn hoofd. Oeh, nu short ik in. Ik vond het echt onwijs gezellig en leuk. Toen ben ik nog even snel naar de Action gereden. En daar heb ik een paar dingetjes gekocht. Deze lijkt volgens mij heel erg op die bekende Bum crème. Maar het is wat anders. Want het is After Sun Body Lotion met shimmers. En ik heb er 1 voor mezelf en 1 voor een vriendin gekocht. Nog 2 van die dingen die ik dus als sportbaan gebruik. Ik haal dus wel die pads eruit. Maar die zijn, ja, ze zijn net een beetje aan de kleine kant. Maar het is voor nu het beste wat ik kan vinden voor het sporten. En de sportlesjes vooral. En ik heb heel veel van deze gekocht. Want dit is echt een tip als je naar de Action gaat. Mega tip als je van watermeloen houdt. Ruik hier even aan. Dit ruikt zo lekker. En het grappige is, ik belde daarna eventjes naar haar en mijn bonusdochter. Het eerste wat ze zegt is dat ze deze douchegel ging halen bij de Action. Ik zeg, hoe toevallig. Die heb ik 5 minuten geleden ook gekocht. Blijkbaar is het een trend of zo. Ruikt zo lekker. Dus ik had hem voor die vriendin gekocht. Maar toen dacht ik, ik koop er ook even voor mezelf. En toen heb ik er meteen nog 2 bij gekocht. Want dit ruikt gewoon te lekker. En niet alle watermeloenproducten ruiken altijd lekker. Ik heb floor cleaner gekocht. Ik dacht, als ik het heel minimaal doe, kan het hopelijk voor deze vloer. En dit vond ik er ook echt uitzien als van de kapper. Dus heb ik ook voor die vriendin. Want ik maak voor haar dus, ze zien jullie jarig, een soort beautypakketje. En ik wou hem zelf ook graag testen. Sommige dingen bij de Action zijn namelijk echt zo ontzettend goed. Dus deze had ik al verteld. En dan hadden ze weer edelsteen dingen. Ik heb al die armbandjes gekocht. Maar ze hadden nu ook kettingjes. Dat vind ik ook ongelooflijk leuk als cadeau. Maar ook voor mezelf. Ik heb nog chiazaad en vuilnisstoffen. Kijk nou hoe mooi. Dus dan, ik moet echt mijn nagels trouwens doen. Eigenlijk ook vanmorgen. 3 euro. Het lijkt echt op een ketting die je gewoon van je oma erft. Zeg, mijn nichtje heeft bijvoorbeeld deze. Bijna hetzelfde van mijn oma geërfd. Prachtige kettingjes. Echt heel leuk. Het is natuurlijk geen echt goud of zo, maar toch. En had ik nog een protein cookie. En oh my god, mijn jeugd. Loombandjes hebben ze dus nu met elastiekjes. Dit vond ik heel leuk voor bij mijn armbandjes maak hobby doos in mijn kast. Ik dacht, als mijn bonusdochter komt of zo. Of als ik ooit voor mezelf tijd maak om iets te doen wat niet nuttig is, dan... Ja, dat was het trouwens al. Nu heb ik een belastingbrief. En dit was het denk ik wel met vloggen voor vandaag. Ik ben nu best wel moe. Oh nee, een boete. Oh, weer. Ik had laatst ook al een boete. Als het weer in Zoetermeer is. Oh, Dima. 12 juni. Is dat toen ik sushi ging halen? Diemerpolderweg. Waar is dat? Oh, dat is sowieso dat ik die nieuwe route nam via het station. Zonde, boetes zijn echt... Mensen vinden misschien TK Maxx geldverspilling. Boetes voegen niets toe. Dat is zo zonde. Zo zonde, jongens. Ja, meteen betalen, direct. Vroeger vergat ik dat altijd. Ik ga direct betalen. Maar, die douchegel is echt waanzinnig. En dit, ja... Liquid keratin voor dry hair. Ik zag er gewoon... Dit zag eruit als iets wat je voor 25 euro bij de kapper koopt. Het is dus niet vet. Gewoon vloeibare keratine. Ik weet niet in hoeverre er ook wel keratine zit. Ik zie voornamelijk alcohol en water. Maar ja, leuk om te testen toch? Het was onwijs leuk bij Rebecca. En het klik met haar boys was ook heel goed. Daar was ik ook helemaal niet bang voor eigenlijk. Of dat wel goed zou gaan. Ik vind kinderen natuurlijk ook gewoon heel leuk. Dus nee, het was ongelooflijk leuk. En wederzijds, denk ik. Ja, zeker weten wel. Super gezellig. En ik ga dit trouwens meteen editen. Want ik probeer nu gewoon elke dag mijn beelden te editen. Want ik dacht, als ik dat doe, hoef ik niet meer upload achtervallen. Jongens, ik ben sinds 9 uur wakker. Dat is voor mij echt lekker op tijd in het weekend. Ik dacht, ik ga mijn nagels weer een keer met... Biop doen in plaats van met dipping powder.
Wat heb ik er spijt van? Wat een tijd kost dit. Mijn nagels zagen er dus echt niet uit, zag je waarschijnlijk wel. Ik heb het gisteren... Je moet dit filmpje uitzetten, ik kan me niet concentreren. Ik had dit vorige keer, ik heb dit laatst al gedaan. Ik dacht, ik ga weer een keer mijn bio erbij pakken. Want daar heb ik ook onwijs veel geld voor betaald voor al die potjes. Ga ik dat weer een keer doen? Nou, prima. Het zat niet zo mooi, ik had het niet zo goed gedaan ook. Dat moet je eigenlijk echt weten hoe dat moet. Nu is het wel oké. Maar toen moest ik het dus vandaag gaan opvullen. Ik ben al 2,5 uur bezig. Ik ben nu met mijn laatste nagel. Ik heb nog niet ontbeten. Het is 1 uur. Daarvoor ben ik 1,5 uur bezig geweest met een kraampakket en een verjaardagspakket. Dat je ook denkt, van ja, dan sta ik dus op tijd op. Wilde ik het liefst de dag beginnen met sporten. Maar dan word ik wakker en dan geniet ik zo van die vrijheid. Van dat je lekker heerlijk rustig alleen thuis bent en op tijd bent opgestaan. En dat je dan helemaal gaat doen waar je zin in hebt. Weet je wel, heerlijk. Mag ook gewoon. Wacht even, hoor, even focus. Dat kan ook gewoon. Ik heb gewoon de vrijheid om het ritme aan te passen. Maar s'avonds in bed denk ik dan, oké, ik ga lekker beginnen met het sporten. Dan heb je ook geen tijdstress trouwens. En als ik dan wakker word, denk ik, oh, lekker vreubelen, weet je. Dus nou, prima. Toen was ik eerst oneindig lang bezig om zoveel mogelijk van die bioapper af te veilen. Dat kan je er echt niet afpulken. Zat ik maar gewoon een beetje buiten. Niet echt zon, maar prima weer. Zat ik dat er af te veilen. Toen dacht ik, oh, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga vast beginnen met de nagels die al klaar zijn. Nou, net weer zitten veilen. En ik ben gewoon... Het is nu gewoon 1:05. Bizar. Dit kost echt veel tijd. Dus het gaat, ja. Maar ja, ik heb al die potjes. Hè. Ik heb hier allemaal 1, 2, 3, 4, 5, 6 kleuren en een topcoat. Dus ik vind het ook zonde om niet te gebruiken. En het blijft wel lang zitten. Ik heb het nu wel netjes gedaan. Dan wordt het niet scherp. Kijk, ik heb het wel netjes gedaan. Maar ik heb ook de kleur die er al op zat gedaan. Omdat ik het dus niet helemaal eraf kreeg. En als ik hier bijvoorbeeld roze overheen deed, dan zag je dat. Dus weer lila en dingen. Maar ik heb wel goed mijn nagelriemen erachter geduwd. En geprobeerd om het ook met zo'n kwastje van Essence een beetje te doen en zo. Dus ik heb mijn best gedaan. En ik ben nu gelukkig over 2 minuten of zo klaar. Halleluja. Maar ik vind het echt zo'n tijdverspilling. Ja, dan denk ik... Ja, weet je wat het is? Je hebt hier ook niet echt een nagelsalon. Wees me wel weinig hoor, zat ik te bedenken. Zoetermeer, ik heb er dan echt niks mee. Maar je had daar wel... Kijk, hier heb ik de mazzel dat de sportschool echt 5 minuten lopen is. Van binnen, van zeg maar, dat ik mijn deur verlaat totdat ik in de sportschool ben. Dus buiten is het echt maar 3 minuten lopen of zo. Dus dat is heel chill, maar verder, ja, je hebt niet echt veel in Weesp of zoiets. Dan denk ik, ja, lekker thuis met nagels doen. Oké, uiteindelijk ben je 2,5 uur kwijt, maar wel 2,5 uur non-stop. En denk ik, ik moet het af hebben en dan pas mag ik ontbijten en matcha maken. En nu denk ik echt, oh, hangry. Waar ben ik aan begonnen? Zo zonde van mijn tijd. Vanavond heb ik dus weer het restaurant waar ik toen voor Instagram ging eten. Krijg ik dus een kleine vergoeding voor. En dus een gratis diner en cocktail en zo. Super lekker. Dat komt weer op Instagram. Maar vandaag neem ik dus niet mijn vriendinnetje uit Amerika mee, maar mijn ouders. Staat al heel lang gepland, omdat ik ze dus hiermee wilde bedanken. Voor de bijna 4 maanden dat ik bij ze heb mogen wonen. Dus heel leuk. Moet ik dus wel content maken. Maar dat is allemaal beeld zonder praten. Want er komt een voice-over overheen. Dus eigenlijk is het gewoon de bedoeling dat je de hele avond zoveel mogelijk leuke filmpjes maakt. En later maak ik daar dan een video van. Was ik echt heel lang mee bezig trouwens. Zou je echt niet denken. En ook de voice-over typen natuurlijk. En dan inspreken. En dan zorgen dat het matcht qua beelden en qua tijd. En dat was best wel... Best veel werk, maar heel leuk. Dus dat is vandaag eindelijk. Het is nu 1 uur. We gaan over 4 uur pikken ze mij op. Dus ik kan makkelijk nu even lekker ontbijten, sporten. Heerlijk, relaxed, leventje. Ja, dat is wel als je alleen woont. Heb je gewoon... Ja, is het allemaal... Heb je zoveel tijd. Heerlijk. Mijn huis opruimen en zo heb ik al gedaan. Moet er een heel veel kattenharen weer even weggaan. De poesie ligt hier heel schattig naast mij. En... Ik ga deze spulletjes dan weer even opruimen. Kijk, zo ziet het er hier uit. Dit lampje heb ik al heel lang. Het is gewoon een heel klein lampje. En dan is het klaar. Even lekker nagelolie erop doen en zo. Maar dit is dus echt, bio is in principe echt voor professionals. En ik snap wel waarom. Het duurt gewoon echt super lang. Deze hand was ook wel lastiger. Ik zie deze is niet zo heel mooi gelukt. Maar ik ben benieuwd hoe lang het blijft zitten. Ik heb het best goed gedaan dit keer. Even olie erop knallen. Ik heb het echt helemaal naar achter geduwd.
Deze zijn best wel lang, dus deze hand is wel echt mooi geworden. Ik ging het nu doen omdat het moest echt gebeuren. Het zag er niet uit. Maar ik dacht, ja, als je dan door restauranten samenwerking hebt en je gaat leuke content maken, vind ik het ook niet echt netjes als mijn nagels er zo uitzien. Dus daarom heb ik dat voor vandaag, had ik dat echt ingepland om te gaan doen. Dus ja, oké. Oh my god. Jullie zagen dit zeker, hè? Ik heb helemaal alles opgeruimd hier. Helemaal met olie ingesmeerd. Heb ik gewoon deze nagel nog niet gedaan. Dan moet je dus een half uur wachten, want nu is het allemaal vet. En ik heb net alles opgeruimd. Oh, wat zo stom. Dat is zo stom. Oh. Oké, gelukkig gaat deze laatste nagel heel soepeltjes. Het eerste laagje was echt al eigenlijk perfect. Maar ik doe er nog één. Oh, ik ben er zo klaar mee. Laat me trouwens even weten, wat doen jullie? Doen jullie je nagels? Zo ja, laat je het doen? Of doe je het zelf? Doe je gewoon nagellak? Doe je gel? Doe je biop? Doe je dipping powder? Doe je alleen veilen? Ik ben wel heel benieuwd eigenlijk. Biop moet je trouwens niet echt lakken hoor. Dus hoe ik het doe, hoort het niet meer. Ik kan het nog niet echt op die manier zoals het moet. Dus, ik ben wel nieuwsgierig. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin waar ik vorige week was. Die doet altijd nagellak. En haar, ze heeft altijd van zichzelf lange nagels. Echt mazzel. En nagellak die gewoon lang blijft zitten. Nou, bij mij is nagellak er na 3 minuten. Nou oké, na 3 uur of zo af. En mijn nagels scheuren uiteindelijk ook wel. Ze zijn wel sterker sinds ik het MSM slik. Wat ik al heel lang doe. Maar... oh, chill, ik ben bijna klaar. Oh, waar ik dus niet over na heb gedacht. Wat heel dom is. Ik heb helemaal niet mijn nagels ontvet. Dit is gewoon 1 minuut nadat ik tegen jullie zei dat mijn nagels te vet zijn. Totaal weer vergeten. Mijn hoofd zit gelukkig vast aan mijn lichaam. Dus kans dat het helemaal niet hecht. Dat zou balen zijn. Ik heb niet eens gewassen met zeep, hè? Heel dom. Studio snugger. Jammer, want hij is het mooist gelukt van alle nagels die ik heb gedaan bijna. Hoe kan dat? Terwijl eronder nog oude biop zat. En het mijn verkeerde hand is. Ik wil volgende keer weer lekker dipping powder doen, maar dit eraf halen is echt niet te doen. En voor dipping powder moet dit er wel eerst helemaal af zijn. Dus afwisselen tussen die twee is niet zo chill. Nou, ik ben klaar. Bye. Oké, ik heb even gedoucht. Ik voel me zo, je ziet het toch ook, ik voel me zoveel frisser als ik heb gedoucht. Dat is echt bizar. Terwijl ik dan alleen maar even mijn gezichtskrub en een crème op doe. Ik vind het een leuke kleur, beige. Het is die sport bij haar. Action, hij is echt wel heel klein hoor. Maar goed, het is het beste wat ik nu heb. De sportschool gaat om 3 uur dicht. Helemaal niet over nagedacht. Dus ik kan maar 1 uur sporten. Dus 1/2 uur kracht, 1/2 uur lopen. En dan gaat hij al dicht. Dus ik moet echt even tempo gaan maken. Totaal niet over nagedacht. Even satisfying. Matcha om 2 uur. 'S middags. Ontbijt. Ik ben zo bezweet. Met alleen havermelk op. Op de loopband. Dat is wel heel heftig om 3 uur 's middags hoor. Moet ik zeggen. Ik had even wat moeten eten. Ik zat tijdens het lopen naar huis die comments te lezen. Maar jullie bedoelen het lief. Maar dit is dus precies de reden waarom ik nooit meer wat deelde over gewicht of zo. Omdat die comments irriteren me zo erg. Omdat jullie, sommige van jullie, denken dat je weet hoe ik eet. Dus als ik 1 keer een ijsje eet in de 4 maanden en dat film, denk je, oh, Charlotte eet elke dag ijs. Als ik 1 keer pasta film, wat ik 2 keer heb gemaakt sinds ik op mezelf woon, dan denk je, oh, Charlotte eet heel veel pasta. Als ik brood mee naar mijn werk, dan denk je, Charlotte eet elke dag brood. Weet je, als ik 1 keer weer sushi eet sinds maanden, dan denk je, oh, Charlotte eet elke week sushi. Dat is dus niet zo. ik bedoel dus juist aan te geven, geloof me. Ha geloofde het eerst ook niet voor die met mij samenwoonde. Die zei ook, ja, dag, je doet gewoon dit en dit en dit allemaal fout. Ik heb echt alles geprobeerd. Sommige mensen lukt het echt niet om af te vallen door puur calorieën en zo te letten. Ik weet dat olijfolie veel calorieën bevat. Als ik olijfolie op mijn tomaten burrata salade heb, dan is dat ook echt mijn avondeten. En dan is dat gelijk aan een normaal ander avondeetgerecht. Dan is het niet extra. Soms als ik met vrienden ga eten, heb ik inderdaad wel een burrata salade erbij extra en pasta. Want ik dieet niet. Dus vanavond ga ik ook uit eten en ga ik gewoon er helemaal niet op letten. Nou, onbewust let ik er wel op dat ik niet echt veel brood of patat. Dat soort dingen neem ik niet. Maar daar ben ik sowieso niet zo van. Ja, dus ik weet juist heel veel. Eigenlijk alles wat jullie zeggen weet ik. Ik weet heel veel van voeding, want ik ben al sinds ik klein ben daarmee bezig. Dus neem dat maar aan. Ik bedoel dus juist aan te geven dat het echt niet werkt en dat ik daarom dus nu beweeg. En ik denk dat dat wel werkt, dus dat is fijn. Sommige mensen zijn gewoon anders dan jij bijvoorbeeld qua lichaam. Ik ben al mijn hele leven ook te zwaar. De keren dat ik dun was, was het omdat ik dan door een heel erg probleem ging en
iets in mijn lichaam stress of zo, ervoor zorgde dat ik afviel. Want dan at ik bijvoorbeeld na het uitgaan 6 boterhammen met kaas, weet je. Dus als ik dat nu zou doen, zou ik echt aankomen. Dus please. Zeg maar, je mag best meedenken, maar stop met zeggen, ik denk dat jij te veel koolhydraten eet. Ik denk dat jij te veel vetten eet. Ik denk dat jij te veel dit eet. Ik eet nooit chips, ik eet geen patat, ik eet geen snoep, ik eet geen koek. En als ik het een keer eet, film ik het meestal als een uitzondering. Zoals gisteren met Rebecca, vind ik helemaal niet lekker, was gewoon voor de leuk. Natuurlijk eet ik af en toe wel slechte dingen, maar dat vind ik juist dus leuk om vast te leggen daarnaast. Heel vaak ontbijt ik niet. Ik heb ook geprobeerd om wel te ontbijten. Werkt ook niet. Keto heb ik echt een paar maanden gedaan. Dus gewoon echt nauwelijks koolhydraten binnenkrijgen. Werkt ook niet. Dus ja, die advies hoef ik niet. Dus als je iets alternatiefs hebt, wat niet iedereen die met voeding bezig is weet. En wat je overal op Instagram voorbij ziet komen. Ik weet heus wel dat je in een calorietekort moet zitten. Ik heb ze ook geteld. Meerdere keren bijgehouden. Werkt niet. Ik heb Weight Watchers. Ik heb alles. Ik heb koolhydraatarm. Van alles geprobeerd. Believe me. Dus dit is dus waarom ik er nooit wat over deel. Maar nu wou ik het wel delen. Omdat ik gewoon denk van ja, misschien zijn er ook andere mensen die hiermee dealen. En als dit sporten nu gaat werken, zou het waanzinnig zijn. Ik vind het ook leuk dat jullie zien waarom ik dan ineens afval. En dan kan ik mensen er ook mee helpen. Dus ja, ik snap dat ik het deel en dat iedereen mag zeggen wat hij wil. Maar probeer hiermee te zeggen, ik heb niks aan die tips. Dus weet je iets alternatiefs of zo, zoals wat ik in die docu zag van... Als je te weinig groente of fruit eet, heb je te weinig microben in je darmen. Dat vind ik interessant. Daarom eet ik ook weer fruit. Dat is ook mee gestopt. Suikers, koolhydraten. Werkt niet. Dus ik eet ook af en toe weer fruit. Ja. Geloof me alsjeblieft, jongens. Echt waar. Vraag het anders aan mijn ouders. Oh ja, dat was ik aan het zeggen. Ha, zegt het ook. Het is echt waar. En dat kon hij pas na een tijdje zeggen, omdat hij dus met me samenleefde. Hij zegt, wow, jij komt echt aan van lucht. Dus ja. Dat is gewoon zo. Voordat ik die nog krijg. Het is ook geen alcohol. Want als ik alcohol drink, vlog ik het eigenlijk. Ik hou niet heel erg van alcohol. Ik vind het gewoon heel gezellig. Vanavond bijvoorbeeld wijntjes, cocktails bij het eten. Met haar af en toe een cocktailtje. Maar voor jullie beeld, voor de meesten, lijkt het gewoon heel erg. Alsof je dat dan altijd doet. Maar wat je in een vlog ziet, al zijn mijn vlogs nog zo lang. Zijn heel vaak, zeg maar los van de dagelijkse dingetjes. Zijn eten ook vaak juist de leuke dingen die ik film. En de uitzonderingen en... Film ik niet dat ik een glas water drink. Ik drink nooit frisdrank. Nooit. Ik drink matcha elke dag. Daar zitten calorieën in. Dat is ook altijd mijn ontbijt. Dan zeg ik heb niet ontbeten. Dat is geen echt ontbijt. Maar dat is eigenlijk mijn ontbijt is matcha. Dat vult ook wel. En dat is het. Ik drink geen frisdrank. Geen lightdrankjes. Als ik een enkele keer een sportdrankje koop. Dan heb ik dat waarschijnlijk ook laten zien. Dus geloof me. Ik ben echt niet dom. Ik hou mezelf echt niet voor de gek of zo. Het grappige is ook dat als ik zo'n weging heb, dan zie je ook altijd mijn viscaraalvet net zo hoog ligt bij bijvoorbeeld iemand die echt 20 kilo minder weegt dan ik. Omdat orgaanvet, ja, ik eet gewoon mijn hele leven al gezond. En orgaanvet, voor zover ik weet, komt dat ook heel erg door vet en ongezond eten. Dus dat is wel heel fijn. En ik heb allemaal brieven binnen van belastingen van maart dit jaar. Toen woonde ik hier nog niet eens. En 60 euro boete en zo. En ik weet echt niet wat het is, maar ik ga het meenemen in de auto straks aan mijn moeder vragen. Want ik heb hier altijd echt geen verstand van. Ik ga het in ieder geval in de auto even bekijken en dan weet mijn moeder het misschien. Dan zei ze altijd heel goed hiermee. Nu heb ik nog 2 uur voor ik word opgehaald. Dit wil ik ook weggooien voor ik word gehaald, dus ik moet 5 minuten eerder naar buiten. En dit is vet irritant. Ik had een jurkje besteld, die was te klein. Die heb ik dus gisteren retour laten ophalen, maar die is weer retour bij mij aangekomen. Super eerie. En ik heb dit jurkje in een maat kleiner besteld. Want ik vind hem zo leuk, maar hij was eigenlijk te groot. Heel erg zonde, want hij is bijna 80 euro. Maar ik dacht, heel misschien is er iemand van jullie die denkt, oh, ik heb bijvoorbeeld grotere cupmaat dan Charlotte, maar wel dezelfde maat. Of ik heb 1 maatje groter dan Charlotte, die hem zou willen overnemen. Ik heb hem dus 1 keer aangehad toen, de dag van de inspectie, toen we dat etentje hadden met school. Hij valt bij mij vooral hier gewoon best wel groot. Want ik heb niet zulke grote boobies. Hij zou bijvoorbeeld heel leuk zijn voor Nicole. Maar ja, het is wel een duur jurkje. Maar ik dacht, ik kan het altijd vragen. Ik vind het ook zo zonde om die op de Eihallen te verkopen, want het is gewoon best wel een duur jurkje. Ik heb weer lekker gedoucht en dit zou ik wel even laten zien. Dit vitamine C serum gebruik ik sinds een paar weken. Na het douchen dit even laten intrekken en ik gebruik deze dus ook weer. Ik vind het resultaat niet waanzinnig, maar ik had hem nog staan. Laat ik ook intrekken en dan doe ik dus nog een bruine zonnebrand gemengd met mijn dagcreme, ook van dit merk. En dan ben ik ready voor make-up of geen make-up. Oh my god, wat ben je lief, Poesie. Kijk nou, een dotje. Het is zo schattig en zo mooi. Lekker kussentje, hè?
Ik heb dus helemaal full make-up gedaan. Maar ik voel hem echt niet. Ik hou zoveel meer van natuurlijk tegenwoordig. Maar ik dacht, ja, uit eten in de avond. Niet eens omdat ik het ga filmen. Want ik vind mezelf niet eens per se knapper met zoveel make-up. Maar ik ga het wel gewoon laten zitten. Het is zo... Mijn ouders haten het ook als ik zoveel make-up op doe. Ik hou er ook niet van. Maar ik heb het wel gedaan. Ik dacht, ik krul alleen even de onderkant. Zo'n heel klein stukje van mijn haar. Dat het net wat mooier zit. Ja, het is wel leuk als je uit eten gaat. Om even je best te doen. Ik had echt heel veel tijd. Nu heb ik nog 3 kwartier. Maar ik moet ook nog mijn vuilnis weggooien. Dus moet ik makkelijk redden. Moet even kijken of ik dat jurkje aandoe of niet. Maar ik vind het dus echt... Helemaal zin om weer zo'n tissue over mijn gezicht te halen. Ik hou gewoon niet van veel make-up. Laat dat trouwens ook even weten. Hoe is het bij jullie? Zeg maar, ik draag eigenlijk steeds minder. Ik doe heel veel dagen geen make-up. Als ik met mensen afspreek, doe ik eigenlijk altijd wel make-up op, maar zo weinig. Ja, ik heb wel helemaal zin om het weer af te halen. Maar het gaat er ook om, als je veel make-up op doet, moet je eigenlijk ook je haar erbij, je lippen, je oorbellen, je kleding. Dan is het wel één geheel. En dat is gewoon, in die vorige video die ik had gemaakt met Ro, dat was gewoon lekker zomersdagje. Dat je daar, maar nu ga je uit eten in de avond. Dus. Iets meer make-upie dan maar. Ik voel het gewoon op mijn huid, ik voel het gewoon zitten. En dan valt het nog mee hoeveel ik doe, maar ook die eyeliner. Ja. Het paars jurkje voelde ik echt totaal niet. Ik heb dus geen spiegel om te zien of dit leuk is. Want ik heb dit dus een tijdje geleden gekocht. Ik voelde hem echt niet en ik heb het kaartje eraf gehaald. Dus ik zit nu met 2 jurkjes. Ik heb dus echt geen goede. Hier moet je dus echt weer zo'n BH bij aan. Het moet wel een beetje leuk zijn. Ja, dit is wel leuk. Maar ik heb nu dus haast. Oké, ik heb nog 10 minuten. Zo dan, zonder BH. Het moet wel lekker zitten. Dus het had iets groter gekund, maar het kan. Maar ik heb dus geen spiegel. Oh, waarom zo laat? Gewoon een zwart hemdje. Ik wil een wit hemdje eronder, maar die kan ik dus niet vinden. Het is ideaal ook dat ik geen spiegel heb, hè? Anders moet ik helemaal naar de lift gaan lopen. Zo, want ik moet mijn vuilnis nog weggooien. Dus ik moet over 3 minuten weg. En ook nog oorbellies in. Ik vind het eigenlijk gewoon heel leuk. Ja, een beetje boeiend of de schoenen erbij matchen. I like. En ik heb dus die ketting van Action met die edelsteen. Ja, let's go. Oké. De schoenen zijn gewoon niet chic, maar het maakt me eigenlijk niet uit. En je ziet het ook niet, maar ik vind het nog best wel gewoon kunnen. Vuilnis. Ik ben op tijd. Wij zijn in Bilthoven. Dat was een snelle rit trouwens. Waar is mama? Ik ben dus helemaal black en zij zijn helemaal gekleurd. Dit is niet voor de samenwerking, hè? Dit is gewoon voor de vlog. Nou, ik ben benieuwd. Jullie gaan het lekker zien op Instagram. Donker als ik het vanaf mijn kant wil. Ik kan jou wel filmen, Sjoe. Papa is een hele goede content creator. Dus ik denk dat ik hem een deel van mijn bedrag. Jij ook, man. Mama is een model. Nee, jullie moeten dus echt even op Insta kijken. Ik ga wel iets voor jullie hier filmen, maar kijk even op Instagram. Want daar gaan we echt een superleuke video maken. Echt leuk. We hebben nu al eigenlijk gewoon genoeg beelden, alleen er is nog geen eten. Ja, we moeten het eten wel hebben. Ja, Lisbeth die zei tegen mij dat ze elke keer naar jouw Facebook aankondiging van je vlog kijkt. En dat ze daarmee gewoon heel veel ziet. Dat ze enorm moet lachen elke keer. Die korte stukjes. Ja, en dat ze daar enorm van geniet. Ik ben ook blij dat ik die maak. Want mensen die dan niet je vlog willen kijken zijn toch op de hoogte. Ja, Lisbeth die vond ik en ik weet niet welke ze bedoelde, maar ze zei dat ik daar zo leuk op stond. Hi, liefje, kom eens. Kom. Nee, niet daar gaan rollen. Hier, kom. Poesie, je bent mijn lieve snackje. Je bent mijn snackie, kom. Dat ze daar heel schattig zitten rollen. Kom schatje. Je bent zo lief aan het worden. Je bent alleen maar liever aan het worden. En liever en liever en liever. En die wordt alleen maar schattiger. Roel, je ruikt naar poep. Wat heb jij gedaan? Waarom ruik je naar poep? Waarom altijd als ik wegga? Daar staat je kot en heb je poep. Ik ga even kijken wat hier aan de hand is. Wat heb jij gedaan? Jee. Je zou het niet denken dat ik uit eten ben geweest. Maar ik dacht vanochtend, hé, mijn lichaam voelt weer wat beter. En ik ben 0,6.
6 kwijt weer. Dan denk je, dat boeit. Kijk, vroeger. Waarvan 0,5 vet. Dus vorige keer was het 0,9 vet of zo. Dus ik zit bijna op 1,5 kilo vet en ik voel het aan mijn hele lichaam. Ja, gisteren lekker gegeten, maar ik wist gewoon, het zijn kleine hapjes. De rest van de dag heb ik zo weinig gegeten, dat komt wel goed. En weer gesport. Zo blij? Eindelijk. En het grappige is, ik had heel vaak dat ik ineens op de weegschaal kilo lichter, kilo zwaarder. Maar dat fluctueerde zo erg, het klopte gewoon niet of zo. En nu voelde ik gewoon, je voelt zeg maar ook aan je lichaam. Ja, ik voel helemaal dat het aan het werken is. Alles voelt echt super strak en lekker. Dus ik ben heel blij. Ik voel helemaal een taille, ik voel mijn buik dunner. Dus dat gaat denk ik echt, ik denk dat het nu echt goed gaat. Dus dat is zo fijn. Ik ga even lekker beginnen met een glaasje water in het zonnetje. Ik ga even naar mijn filmpjes van gisteren een beetje naar mij klooien. En we hebben helemaal heerlijk rustig aan doen vandaag, behalve sporten. En ik denk dat ik ook even lekker ga fietsen. Zo, lekker. Ik heb appelazijn shotje genomen, die laat ik even inwerken. Dan heb ik chia pudding met verdund met wat havermelk en wilde perzik. Best wel lekker. Een lekkere matcha. En water, en dan doe ik dan even wel lang over. Niet dat ik dit in één keer zo. Die matcha doe ik altijd even een tijdje over. En dan ga ik lekker even hier heerlijk in het zonnetje zitten. Oké, ik zit heet met een dilemma met mezelf. Dus ik heb een compromis gemaakt. En dat is, want ik zit heet te denken, oké, ik wil en krachttraining doen bovenlichaam. En ik wil hoverlopen, maar ik wil ook heel graag lekker naar Amsterdam fietsen. Dat is dan ja, ruim een half uur met de normale fiets. Dus ik denk 20 minuten met de elektrische fiets en dan weer terug. Lekker buiten, de zon schijnt grotendeels. Lekker frisse lucht. Maar dan denk ik, ja, dan wil ik dus in één keer door. Dan moet ik dus andere kleren mee, want in sportkleren is het veel te heet. Oké, dan kan ik een kort broekje aan doen, wat ik nu heb. Maar dan ben ik alsnog helemaal bezweet. Heb ik daar geen zin in, blablabla. Dus heb ik bedacht, oké, je gaat krachttraining doen. Dan hoef je niet op de loopband, want ik heb al 3 keer cardio gedaan deze week. Dan ga je gewoon lekker fietsen. Dat is ook prima. Dus dat is mijn compromis. Ik doe even een shirt aan. Ik heb dan zo'n kort broekje. En dan kan ik ook in deze kleren gewoon op de fiets. Dus in mijn lens, zoals altijd. En dan is dat goed. Dit is mijn prachtige outfit van vandaag. Nou ja, op zich match je dit wel met dit. Ik dacht, ik doe een jasje overheen. Het ziet er echt niet uit. Maar ik ga lekker in een kort broekje. En dan kan ik zo ook gewoon naar de stad. Het jasje was trouwens een beetje een miskoop hoor. Want ik vind hem toch niet zo heel leuk eigenlijk staan. Maar ja, ik wou deze outfit laten zien omdat het dus juist heel lelijk is. En ik het dus grappig vind dat ik er nu zo bij loop. Dus dit is sporten. En dit is sporten in de stad. Maar in het geheel is het wel iets leuker met die blote benen zo. Kijk, ik zie allemaal binnen die mix. Heerlijke Korean dingen. Oeh, kijk dit. Kijk, Jamaican castor oil with coconut oil. Het klinkt zo goed allemaal, maar ik ga het echt allemaal niet kopen hoor. Nee. Het enige wat me interessant lijkt is rozemarijn olie. Gelukspray. Kijken of er nog leuke nieuwe lippenbalmpjes zijn. 1% vitamine C. 1%. Ik film het even voor jullie, want ik krijg wel een comment met... Ik vind het heel leuk als je in winkels filmt, dus voor die ene comment. Ik was denk ik dat ik het eigenlijk wel lekker vind om weer een beauty blender te hebben. Hoe kan er nou collageen in je beauty blender zitten? Met mango poeder. Wat is dit dan? Voor je concealer lijkt het wel handig. Meestal ben ik pas in een uitgeefbuis als ik heel veel leuke dingen zie. Wow, wat is dit? Oh, dit is gewoon zo'n ding die ze ook bij de Action hadden. Die het vet uit je gezicht rolt. Dat is oprecht wel heel handig. Maar ik heb het ergens. Deze vind ik wel mooier. Misschien neem ik dit, want ik heb altijd een glimmend gewicht. En ik vind die dingen ook wel interessant hoor. Met hier de room. Ga ik het kopen? Nee, hè? Het ziet er mooi uit. Bedankt. Ik ga de beelden zo kijken, want ik zie echt niet. Ik zal maar even laten beelden. Het zijn vies baardjes, ik heb gespot. Nog meer? Oh, dit is wel echt heel schattig. Met chopsticks. Eigenlijk vind ik dus zo'n kommetje met van die sokjes erop, die ik laatst had gefilmd, echt heel leuk. Maar dat is toen maar één van.
Ik zie het best wel vaak in de winkel, maar ik vind het dan nooit zo mooi. Ik moet zeggen dat ik niet iets waanzinnigs zie. Kijk, het is allemaal leuk. Nee, daar heb ik een blauwe van. Dat witte vind ik allemaal niet boeiend. Hoe schattig zijn deze mini dingen. Hoe cute, ga ik niet kopen. Dit vind ik dus te leuk om bijvoorbeeld cadeau te geven en er dan allemaal leuke dingen in te doen. Kijk nou, hier word je instantly vrolijk van. Ik vind hem niet per se mooi, maar hij is wel, ik hou niet van bloemen, maar ik vind hem wel heel leuk. Zijn er nog meer leuke finds? Nou. Dan ben ik iets minder hebberig gaan worden. In ieder geval deze week. Waterflessen hebben we ook niet nodig. Wel leuk. Dat hebben we ook niet nodig. Ja, allemaal heel leuk hoor, daar niet van. Heel leuk dit, vervliegen tegenhouden. Nu al Halloween. Wel hele grappige theedoeken. Ook leuke glazen. Geef een duimpje omhoog als je dit leuk vindt, want ik film het echt voor jullie, niet voor mezelf. Niet dat ik later deze vlog terugkijk en denk, oh wat leuk dat ik dit heb gefilmd. Nee. Nee. Als bijna niemand het leuk vindt, hoef ik het ook niet te doen. Oh, een mooie schaal, hè? Leuk. Wat heel schattig is. Het enige wat ik nog zoek is echt een goede fruitschaal met gaten, zeg maar, erin waardoor het niet gaat schimmelen. Ja. Ergens vind ik het ook wel lelijk, hoor, dit. Dit heb ik allemaal niet nodig. Nee. Superleuk. Maar ik hoef het niet. Ik moet vaker op de fiets gaan. Perfect. Kijk, fruitschalen. Ziet er ook niet echt spannend uit. Ik heb ook altijd heel veel vette gave pasta's en zout. Koffiesiroopjes. Lekkere dingetjes. Echt leuk om te kijken. Jongens, dit is echt puur geluk. Heerlijk. De fiets is helemaal vies, want ik ging helemaal best van die soort off-road wegen. Ik voelde me helemaal alsof ik op vakantie was. Lekker in Portugal aan het crossen was of zo. Echt heerlijk. Nou, toch 56 minuten gefietst. Heel lekker. Ik vind het echt helemaal top. Het is alleen nog spannend, omdat ik hem zelf in elkaar heb gezet en is bang dat ik iets fout heb gedaan of zo. En ik heb alleen maar boodschappen gekocht en verder niks. Super. Ik heb voor het eerst dat ik thuis kom en niet denk, wat is het hier heet? Dus misschien doet die koeling het niet. Het koelsysteem, want het gaat vanaf een bepaalde temperatuur. Wat zou ik zeggen? Ik had deze fiets natuurlijk gekregen. En ik denk dat mijn kortingscode van de samenwerking nog wel geldig is. Mocht je ook een elektrische fiets willen en dan er veel minder voor betalen. Maar een rel daarvoor moet je dus wel zelf in elkaar zetten. Krijg je volgens mij 50 euro korting. Ik zal hem nog wel eventjes linken in de beschrijving. Maar het was zo chill, dus met die oortjes. Ik had gewoon een navigatie in mijn oortjes. En op de terugweg dacht ik, hier rechts, dat is een beetje raar. Dat had ik echt een heel lang zandpad. Maar dan kon ik gewoon horen waar ik heen moest zonder op mijn telefoon te kijken. Ondertussen had het podcastje aan. Ik heb even met H gebeld, die komt zo naar mij toe. Hey liefje! Was echt perfect. Nou, mijn poepdoos. Kom eens. Ja, je bent zo schat. Ja, je bent een liefje. Kom maar, even een kleine baby bij me liggen. Ja. Laat maar even aan de mensen zien hoe lief jij bent. Laat het maar even zien, poesie. Dat jij een klein babytje bent. Toch? Doe even een duimpje omhoog voor dit poesje. Ben jij een klein lief babytje? Zal ik jou even een liquid snackje geven? Wil jij een liquid snackje? Poesie. 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 Dierenmishandelaar ben ik. Oh, je bent zo lief. Kom. Ik krijg zo een liquid snackje. Ik ga me even opfrissen. En ik heb alleen even wat basic dingen voor morgen gehad. En volgende week komen dus die mandjes voor je fiets. Dus die heb ik gewoon zelf gekocht. Dat is echt veel chiller. Ja, ga maar lekker naar buiten, dikzak. Jongens, ik ga de vlog afsluiten. Ik heb eventjes die haast even voetbal te kijken. Ik heb dit gemaakt. Maar het zijn gewoon haar elastiekjes. Maar het was wel grappig om te doen. Ik denk niet dat ik het per se draag, maar het is wel tof. We hebben lekker in het zonnetje aangeklemmerd gezeten. En nu over een half uurtje naar bed. En dan hoop ik dat jullie deze vlog leuk vonden. Vergeet niet te abonneren, liken, reageren. Mijn filmpje op Insta te checken natuurlijk. En dan zie ik je graag volgende week weer.